We zijn Pokémon kampioen! Maar we hebben nog steeds wat appeltjes te schillen. Appeltje 1 is met deze meneer. What's up, Clavel? Oh jee, wat een verrassing. Wat een goede vermomming. Oh, Mr. Clavel, oh my gosh. Ik ben Cassiopeia. Helemaal niet, jij bent niet Cassiopeia, je bent Clavel. Kom maar battelen, kom. Ik heb echt totaal geen idee wat voor Pokémon hij heeft. Oh, Oranguru. Dan ga ik met Dragapult voor Assurance. Zet ik even mijn koptelefoon op, want dan hoor ik het wat beter. Oh nee, nee, niet mij laten slapen! Misschien kan ik hem met Dragon Darts kapot maken. 1. Ja, dit gaat wel lukken. 2. Ja, dit gaat zeker lukken. Dragon Darts is echt een goede aanval, jongens. Oké, die is weg, maar ik val wel in slaap. Abama Snow. Die is ijs natuurlijk, maar ook gras. Dus ik ga voor Flying Attacks. Of... is dit handig? Ja, op zich kan ik zijn ijsmoves als het goed is wel een klein beetje hebben. Ik ga voor Drill Pack. Let's go. Precies de helft van zijn HP gaat er vanaf. Ik ben benieuwd wat hij doet. Oh, hij doet Aurora Veil. Oké. Hij wil zichzelf beter beschermen. Slim op zich. Dan gaat hij deze, ja, dan gaat hij deze Drill Pack wel overleven. Dan kan hij mij alsnog gaan aanvallen nu. Nice. Slim voor jou. Blizzard op mijn hoofd. Hier, nou, kan hem best wel hebben. Komt natuurlijk ook omdat ik een Steel-type ben. En ijs op Steel is not very effective. En ijs op Flying is super effective. Dus het compenseert elkaar. Corviknight kan hem best wel lekker hebben, man. Deze Abomasnow. GG! Ik hou zo van mijn shiny team. Het is zo'n lekker teampie, jongens. Het is zo'n prachtig teampie bij elkaar. Tegen wie gaan wij nu? Tegen Gyarados? Ja, dan moet ik wel mijn Electric-type Pokémon gebruiken. Ik ben wel een beetje bang dat hij een Fire-aanval heeft. Volgens mij kan hij bijvoorbeeld Fire Fang leren. Dat zou wel lastig zijn. En volgens mij is Gyarados ook best wel vaak best snel. Level 60. Ik ga dan nu niet voor een physical attack, maar voor een special attack. Discharge. Oh, Earthquake. Ja, daar had ik ook bang voor kunnen zijn. Ik overleef hem wel, want ik heb Sturdy. Dus dan hoop ik dat ik die Gyarados gewoon in één keer uitschakel. Wat waarschijnlijk wel gaat lukken, want dit is 4 keer super effective. Wat? Hij is wel paralyzed. Dat betekent dat ik sneller ben. Oh, dit is lekker. Dan ga ik hem toch slopen. Dan ga ik hem toch kunnen slopen. Wow, die paralyzation die heeft mij echt gered, jongens. Wow. Gelukkig. Oh, dat was gewoon een gelukje een keer, jongen. We hebben een keer geluk. Dan moeten we nu tegen. Dat is een Ghost-type Pokémon. En volgens mij ook Dark. Ja, die kan ik niet echt lekker meer counteren nu. Dragapult slaapt en die wordt zelf ook gedamaged door Ghost Moves. Nou, ik denk dat ik gewoon voor Azumarill kan gaan eigenlijk. Daar is die weer. Hallo, Theepot. What up? What up, Theepot? Ga je mij burnen? Ik ben een watertype Pokémon. Waarom burn je mij? Hoe kan dit? Er stroomt water door over me heen. Je kan mij niet burnen en play rough mist. Dat is een beetje jammer. Net hadden we een beetje geluk. Nu hebben we een beetje pech. Met de nadruk op beetje, hoor. Beetje. Hij gaat nu voor Shadow Ball. Dus even kijken wat die doet. Nou, die doet redelijke damage. Special defense naar beneden. Ga ik nou weer missen? Waarom mis ik 2 keer play rough? Nu is het niet meer een beetje pech, hè? Nu is het gewoon super pech. Ik vind dit is fraude. Ik word gefraudeerd door Poltergeist. Waarom kunnen... Oh my god. Mijn Azumarill genakt door een Poltergeist? Serieus? Dit is raar, jongens. Dit moet niet kunnen. Oh, hij gaat mijn volgende... Hij gaat mijn ijs-Pokémon verbranden. Hoe verbrand je een ijs-Pokémon? Nou ja, dat is op zich wel logisch. Het smelt gewoon. Maar verbranden is wel raar. Ik bedoel, het smelt gewoon weg, toch? Het verbrandt niet. ja, nou, oké. Ik ben wel langzamer, dus ik blijf voor Avalanche gaan. Als hij mij nu gaat raken met Shadow Ball, dan zou ik hem volgens mij double damage moeten doen. En dat doet hij. Avalanche erbovenop en dan is Poltergeist weg. Oké. Nou, deze Poltergeist heeft gewoon voor de meeste problemen gezorgd. Ik vond dit echt een beetje gek. Tegen wie moeten we nu? Among Us. Oké, dan hou ik deze Pokémon erin. Dan blijven we met Titan. Zou Among Us ook sneller zijn? Nee, toch. Laten we voor Ice Spinner gaan. Ja, precies. Wij zijn sneller, dus Ice Spinner is dan de goede keuze. Want dat is een sterkere move. Hij overleeft het wel vrij makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Oeh, ja, Hex doet mij nu natuurlijk heel veel damage omdat ik burned ben. Oh my gosh. Clavel, je bent een vervelend mannetje. Ik heb niet zo heel veel opties meer over. Het begint nou wel een beetje vervelend te worden. Ik wou eigenlijk geen potions en zo gebruiken tijdens deze battle. Maar dit moet toch wel lukken, hè? Drill pack op Among Us en dan is het toch wel klaar. Die is dan toch wel weg. Oké, die is dan wel weg. Volgens mij heeft hij nog 1 Pokémon en dat moet 1 van de starter Pokémon zijn. Welke Pokémon is dat? Dat gaan we nu zien. Skeledirge. Ja, dat is precies een probleempie. Die gaat natuurlijk deze Pokémon kapot maken. Ik moet dat wel met Azumarill gaan fixen. Dus ik ga zorgen dat Azumarill weer even leeft. Ja, die gaat een mooi liedje zingen. Kijk eens wat een mooi liedje. Ja, Corviknight is weg, dat had ik wel verwacht. Oh, en zijn special attack gaat hebben ook nog omhoog. Ik moet Dragapult maar eventjes
Oh, uitgooien, maar hij heeft waarschijnlijk ook ghost-type moves. Dan gaat Dragapult ook genakt worden. Dit is niet zo nice. Ik moet dit straks met Azumarill gaan fixen. Nou, Dragapult, ja, is ook kapot. Ja. En die Terrestrialize naar Fairy. Ja, dan ga ik maar niet Terrestrialize. Dan ga ik maar gewoon Aqua Tail doen. Oh my god, hij is sneller. Dit is heel naar. Wat gaat Torch Song doen? Hoeveel damage doet mij dat? Ja, gelukkig toch niet zo heel veel. Maar ik ben er wel bang voor, jongen, voor die move. Come on, Azumarill. Ja, wat ze vlots. Critical hitje erbovenop. Lekker. Skeledurgy is lekker weg. En dan hebben we Clavelletje verslagen. Die Fire Pokémon die werd nog even lastig. Want die is echt super effectief van mijn halve team. Die maakt mijn halve team gewoon kapot. En dan ook nog een Ghost type, waardoor die mijn Dragapult ook makkelijk sloopt. Azumarill was mijn enige troef tegen Skeledurgy. Voor de rest was het oké en makkelijk en goed te doen. Maar die was wel een partijtje lastig. Maar meester Rick, ik ben niet Cassiopeia. Nee, joh, oh my god. Oh, wat een verrassing. We gaan naar de echte Cassiopeia. Clavel krijgt nog even op zijn kop van Time. Zou Time de zus van Rhyme zijn? Dat moet daar zo, kijk maar. Ik denk het wel. Ben je zo vervelend, bro? Ja, moet je niet helemaal lekker slapen. Er is iemand die wil heel veel aandacht. Zie je nou niet meer mouw? Nee, nee Mona, nee. Ik heb geen tijd voor jou. Nee. Ik ben nog niet ready voor de battle between champions. Oh ja, je bent zo enthousiast. Nee, ik moet Cassiopeia tegenhouden, want het is nu nacht. En als het straks dag is, dan is ze weg en dan moet ik weer 30 minuten wachten. Nee, ik heb geen tijd voor deze battle met de champions. Ik wil dit helemaal niet. Ze vraagt het niet eens meer. Ze begint gewoon. Ja, nee, ik ben hier toch helemaal niet op voorbereid. Jonge, jonge. Ja, jij wacht hier al knijterlang op. Maar ik was gewoon onderweg naar Cassiopeia. Dan sta je op dat pleintje. 100 meter afstand. En dan moet ik opeens tegen jou battelen met je level 65 Pokémon. Nee. Ik wil niet. Hier, heb je Azumarill. Yo, ik ben hier toch helemaal niet klaar voor. Ik ga gauw expres verliezen. Ik kom later terug. Is nog erger dan Team Rocket, joh, deze chick. Zo, hier overheen. Ja, tempo, want de zon komt bijna op. Nee, Mona, echt. Als je mij dit aandoet, dat ik nou 30 minuten moet wachten... voordat ik tegen Cassiopeia moet battelen... dan ben je niet meer mijn vriend. Ja, het is weer dag, hè. Ik moet echt... Is dit echt zo? Is dit echt zo? Dit is echt zo, hè? Super frustrerend ook dat ik niet gewoon even kan uitrusten en dan de tijd kan veranderen of zo. Moet nu echt gewoon 30 minuten wachten. Dus ik ga even poepen. Even naar de winkel. Dan ben ik zo bij je terug. Zo, begint eindelijk een beetje donker te worden. Ik ga met Azumarill beginnen, want Azumarill zou zowel Umbreon als Flareon natuurlijk kunnen slopen. Dus dat is dubbel kans. We weten dat Penny met haar Evolutions gaat battelen. Kijk, waar stond ze nou hier of één laagje hieronder? Penny! Het is donker! Misschien helpt het als ik even naar binnen en naar buiten ga. Penny? Hallo? Wacht, ik vlieg wel even heen en weer buiten Mesa Goza. Je zou hier ergens bij een trappetje moeten staan. Oh nee, wacht, dat was anders. Dit is zo onlogisch. Ik weet nog wel, de vorige keer zat ik ook zo te zoeken naar hoe moet dit nou ook weer. Maar je moest dan hier naartoe opeens. Hoef je het hele spel bijna door niet te doen. Dan moet je helemaal hier de schoolyard gaan selecteren. En daar kwam ze dan. Ja, dat was het hele ding. Ja, je kan het al zien aan die oortjes, hè, dat het Penny is. En aan de Eevee-tas natuurlijk. Bladibla. Ben je ready? Let's go! Ik weet niet waarom ik dit stemmetje doe, maar we gaan battelen. Laat me mezelf voorstellen. Ik ben Cassiopeioni. Nee, ik ben Penny en ik heb Team Star opgericht. Ja, goed gedaan. Laten we dit gaan doen. Laten we Team Star voor eens en voor altijd beëindigen. Ja, niet helemaal beëindigen. Oh, kijk. Nou ja, dus het begint met Umbreon. Zo, deze beat, hè. Zieke hardcore beat, jongen. Deze muziek is echt insane. Ik ga hier wel goed op hoor. Umbreon doet baby doll eyes. Mijn attack gaat door daar naar beneden. Dat is best wel slim. Want mijn attack is knijterhoog. Misschien dat ik Umbreon normaal gesproken in één keer gesloopt. Nog een keer. Oké. Umbreon probeert hiermee echt mijn Pokémon onschadelijk te maken. Ik heb half gemist wat er gebeurde. Want mijn telefoon ging. En ik moest echt even opnemen. Volgens mij heb ik gemist met Azumarill. Dus we gaan nog een keer. Ik word ook weer niet aangevallen. En nu krijg ik een psychic om mijn hoofd. Doet niet zoveel damage. Ik doe nog een keer play rough. En oké, Umbreon is weg. Dat is Pokémonnetje nummer 1 van Cassiopeioni. Ik ben benieuwd wie ze er nu uitstuurt. Jolteon. Ja, dan moet ik wel even gaan wisselen. Jolteon is de Pokémon die ik niet zo lekker kan counteren. Dus dan ga ik maar voor Magnezone. Het spreekwoord is vuur met vuur bestrijden. Dat is eigenlijk wat ik nu doe. Maar dan elektriciteit met elektriciteit bestrijden. Of nou ja, vuur met vuur bestrijden. Dat betekent eigenlijk dat het niet werkt. Dus ik hoop dat Jolteon niet werkt tegen mij en dat ik hem gewoon kan verslaan met mijn Flash Cannon. Het gaat ook Baby Doll Eyes doen. Ze willen me allemaal slapper maken, al die Pokémon van Cassiopeia. Oké, is goed. Oh, dit...
Oh ja, dit deed ook niet veel, hè? Soms vergeet ik gewoon even wat wel en niet effectief is. Dan gaan we voor Try Attack. Thunder doet natuurlijk helemaal niks op mij. Dat is nice. Oh, doet wel wat op mij. Maar is, ja, not very effective, denk ik, als Jolteon mee raakt. Dus die kan mij wel raken. Maar, nou ja, dat is niet eens heel slecht trouwens. Try Attack is, ja, oké. Jolteon is down. Ik wou zeggen dat dat ook niet super sterk was. Maar viel mee. 3 klappies en Jolteon is weg. Magnezone level 62. Dan krijgen we nu Flareon. En daarvoor heb ik natuurlijk ook mijn Azumarilltje. Ja, die Flareon die sloopt bijna mijn hele team. Corviknight kan er niet tegen. Magnezone kan niet tegen vuur. Sittiton kan er natuurlijk ook niet hebben. Dan hebben we nog Jumpluff, de Grass-type Pokémon. Die kan ook niet tegen vuur. Dus we hebben eigenlijk alleen Azumarill met een super effective move. Aqua Tail. En eventueel kan Dragapult ook nog misschien nog wel wat weerstaan, wat doen. Flarebits is best een goede aanval. Uiteraard not very effective, maar is wel oké. Nou ja, hij beschadigt zichzelf er wel mee. Dat is dan wel jammer. Ik denk dat Flareon in één keer down gaat. Sorry Flareon. Ik heb 1 counter voor jou. En dat is deze move. Look at it. Oké. Nou, iemand wil een nieuwe aanval leren. Dragon Rush. Die is voor de Dragapult. Ja, maar Dragon Darts is dan eigenlijk veel beter. Behalve dat Dragon Rush de tegenstander kan laten flinchen. Hij heeft maar 75 accuracy. Dus die ga ik niet leren. Ik hou het lekker bij Dragon Darts. Dan moet ik nu tegen een Leafeon. Dan gaan we natuurlijk voor Sea Titan. De Titaan van de zee. Het blijft gewoon lachen dat deze Pokémon weer in deze playthrough zit. En het is een nieuwe Sea Titan natuurlijk. Ik heb hem niet gehaald. Ik heb hem niet gehaald uit mijn andere playthrough. Zou Leafeon sneller zijn? Ik denk het wel. Ja, Leafeon is inderdaad sneller. Zo, die Leaf Blade die doet best nog wel wat damage. Avalanche is nu al 2 keer zo sterk. En dat zorgt ervoor dat Leafeon in 1 keer kapot gaat. Ja, de evolutions zijn op zich wel prima te counteren. Je weet een beetje wat je kan verwachten. Jumpluff gaat naar level 61. En ik moet nu tegen Vaporeon. Oh jee, Vaporeon. Dan ga ik nu voor Jumpluff. Jumpluff blijft echt een beetje achter. Maar het is gewoon mijn starter Pokémon. Het is allemaal begonnen bij Jumpluff met deze challenge. Toen Jumpluff nog een kleine hoppip was. Ik ben wel een beetje bang dat Vaporeon een ice move kan. Dan ben ik wel een beetje de Shaak, denk ik. Want ja, je ziet het. Gigadrain is ook niet heel sterk. Ja, dit dacht ik alweer. Aurora Beam. Ja, en dan is het gewoon eigenlijk zo alweer klaar, joh. Oh, en ik word gefinished. Ja, Jumpluff is echt... Als je eenmaal over de level 60 bent, dan heb je er niet zo heel veel meer aan. Maar ik wou me laten battelen. Ik kan natuurlijk een Steel-type Pokémon nu inzetten. Dat is ook wat ik ga doen. En die heeft natuurlijk ook een Electric-type move. Dus dan is het als het goed is ook zo klaar met Vaporeon. Vaporeon gaat wel lekker hydro-pumpen. Nou ja, die moet ik niet onderschatten. Die moet ik zeker niet onderschatten. Want al deze evolutions kennen wel een beetje zo de ultieme moves van die typings. Want Hydro Pump is natuurlijk gewoon hartstikke sterk. En nu moeten we tegen Sylveon. Nu zijn er wel wat opties. Ik denk dat de beste optie toch gewoon Corviknight is. En dan gewoon Steel Wing gaan gebruiken. Let's go. Ah, deze muziek, jongen. Ik ga hier echt heel goed op. Dit is wel echt een van de betere muziekjes ooit in de Pokémon game, hoor. Ik ga niet terrestrializen. Of wel. Of niet. Nee, ik word dan een flying type. En natuurlijk gaat Pennyoni wel terrestrializen. Steel Wing! Ik ben wel snel. Oh my god, ik ben sneller. Maar ik doe niet heel veel damage, want ik heb net een Baby Doll Eyes op mijn hoofd gekregen. Ik heb wel 2 keer geraakt nu. Mijn defense gaat door de lekker omhoog. Wat ga jij doen, Penny? Wat ga jij doen met je Vivi? Moonblast, ja. De ultieme fairy type move. Toch blijft dit wel. Het blijft gewoon een knijtersterke move. Maar het doet gewoon niks op Corviknight. Corviknight is een baas. En dan hebben we Cassiopeioni, a.k.a. Pennyoni, verslagen. Geen probleempie. Ging best wel oké. De volgende challenge is dan toch wel Nemona. En Nemona gaat wel een probleempje worden, denk ik. Haar Pokémon zijn allemaal level 65. Ik heb niet zulke hele goede counters tegen de meeste. Penny, je hebt het goed gedaan. En ik weet dat je intenties goed waren. Ik heb gewoon respect voor jou. En natuurlijk ook voor al jouw Team Star vrienden. Maar het is klaar. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zijn jullie klaar voor de battle tegen Nemona? Laat het weten in de comments. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!